Breaking Mol Nieuws in Wie is de Mol-land? Wie is de Mol heeft bekendgemaakt dat het avontuur van start zou gaan in Albanië volgend seizoen. Maar wat weten we nou al over Albanië? Allereerst betekent in Albanië nee schudden, dus dat je nee aan het schudden bent, ja. En ja schudden betekent dan weer nee. Dit zou best een hint kunnen gaan aanduiden in komend seizoen en is dus ook heel grappig om ook in de gaten te gaan houden. Daarnaast is de Albanese taal één van de oudste talen ter wereld. Ook betekent Albanië letterlijk het land van de Witte Bergen. En naast dat het land bekend is gemaakt, kregen we ook de eerste beelden te zien van het land zelf. En van Rick natuurlijk. En deze zijn natuurlijk ook te bekijken op het YouTube kanaal van Wie is de Mol zelf. Ook staan daar de losse pleidooien van alle kandidaten tijdens de livestream los op het YouTube kanaal. Ook is er nog ander nieuws over de podcast van Wie is de Mol. De podcast werd namelijk altijd gedaan door Annemiek Schollaert, maar vanaf volgend seizoen door Splinter Chabot, deelnemer van vorig seizoen. Splinter gaat naast de podcast ook een online serie starten, genaamd Niet de Mol. Dus hij doet én de podcast én een serie Niet de Mol. Op de officiële website van Wie is de Mol interviewt hij elke zaterdagavond een van de kandidaten die het spel vroegtijdig moet verlaten. De afvallers delen openhartig hoe het is om mee te doen aan het programma, wat ze hebben meegemaakt en geven daar als eerste antwoord op de vraag wat er in dit seizoen gebeurt na het zien van het gevreesde rode scherm. Dan hebben we nog nieuws over het molboekje. Je kunt hem namelijk bestellen. In het molboekje zelf is er een puzzel te vinden en als je deze puzzel maakt, kom je op een telefoonnummer uit. En als je dit nummer belt, alvast een spoiler alert, hoor je het volgende bericht wat Rick heeft ingesproken. Met Rick, dit is de moltelefoon. Welkom bij Wie is de Mol seizoen 22. Als je deze voicemail hoort, mag ik je feliciteren, want dan heb je de puzzel uit het molboekje goed opgelost. Je maakt een kans op een complete set molgeld van dit seizoen in Albanië. Ga gauw naar wieisdemol.nl/voicemail en laat je gegevens achter. Heel veel succes. Je kunt dus kans maken op een setje molgeld van volgend seizoen. Nou, ga dan naar de Wie is de Mol website, vul je gegevens in en wie weet win je het setje molgeld. Tot zover deze extra uitzending. Abonneer voor meer en tot de volgende keer.